Maandenlang bouwen ze al aan hun carnavalswagen, want dit weekend dan wilden ze meedoen aan de optocht. Tot gisteren de politie voor de deur stond. Naast de loods van carnavalsvereniging De Lolmakers is een drugslaboratorium ontdekt. En dat heeft grote gevolgen voor de club. Onze verslaggever is naar Leende gegaan, daar waar de club normaal bouwt, Jozef Zeroek. Ja, vertel eens, grote gevolgen. Wat zijn dat voor gevolgen? Ja, dat zijn nogal wat gevolgen, Cindy, want ja, morgen begint natuurlijk de carnaval en ze kunnen hier niet verder bouwen, want er is hier een loods. Je ziet het, de politie is daar nog steeds aan het werk. De boel is helemaal afgesloten. Dat betekent dus dat ja, je hebt daar het pand waar de drugs is gevonden, dat is afgesloten. En daar tegenaan of daar vlak naast ligt dus de loods waar die carnavalswagen gebouwd zou worden. Ja, en die kunnen dus die kunnen niet verder. En nou denk je dan toch, als ik het zo zie, hè, die loods is tegen elkaar aan. Hebben ze daar nooit wat van gemerkt dan, dat daar een drugslaboratorium was? Want het was een zeer groot professioneel drugslaboratorium. Ja, een zeer groot professioneel drugslaboratorium. Je zou inderdaad zeggen, ja, dat moet je merken, daar heb je last van of iets dergelijks. Maar ze hebben daar dus nooit iets van gemerkt. En dat hebben ze dus, ja, gisteren heeft een collega van ons heeft ze gesproken. En die heeft dus inderdaad gehoord dat ze daar gewoon niks van hebben gemerkt. In al die tijd dat ze daar hebben gezeten. Hoe dat dan precies in elkaar zit, ja, dat moet nog uitgezocht worden. Want ik kan me voorstellen dat misschien door stank of iets dergelijks, dat ze dat hebben weggewerkt op de een of andere manier. Goed, de politie gaat dat nog uitzoeken, maar het is wel apart dat ze daar dus nooit weet van hebben gehad. En nu mogen ze niet verder bouwen. Ik neem aan dat die wagen al wel bijna klaar was, maar zoals dat gaat nog niet helemaal. Kunnen ze nu al meedoen aan de optocht? Ja, er zouden 3 optochten gepland staan. Morgen in Maarheze, die gaat sowieso niet door, want de boel is afgesloten, dus ze kunnen daar niet verder. Dan zondag in Leende zelf. Dat is ook nog maar de vraag of dat die doorgaat, want er moet nog een hele hoop aan gebouwd worden. Ja, ze zeggen zelf, al komt er 100 man helpen, zelfs dan krijgen we het nog niet af. Op maandag zou er een optocht gepland staan in Budel. En ook dat is nog maar de vraag of dat die doorgaat. Ja, we hopen natuurlijk van wel voor hun. Maar goed, ik begrijp dat ze zelf ook al nadenken of ze misschien volgend jaar dan meedoen aan een optocht. En dat ze misschien dit jaar toch maar moeten laten schieten. Wel, ontzettend triest voor ze. Dankjewel, Jozef vanuit Leende.